naar de staartstaat ben geweest, maar ik kreeg een hele Hey, goedemiddag. Hoe is het gegaan? Ja, het is echt super goed gegaan. Er waren 8 fractieleden aanwezig, waaronder de SP en de PvdA. En die waren erg positief. En nu is afwachten dat in het volgende debat ook de grote Wat zeiden ze precies? Alle fractieleden hebben aandachtig naar ons verhaal geluisterd, maar voornamelijk de PvdA en de SP hebben aangegeven dat ze in voor het debat over het drugsverbod en over het drugsbeleid dit aan de kaart zullen brengen en proberen voor elkaar te krijgen wat voor de uitzonderingssituatie staat. Wat is nou precies waar jullie tegen strijden? Wij strijden voor het behoud van de sociale functie. Wij denken dat door het instellen van het rookverbod de sociale functie van de coffeeshop ondermijnd wordt. Mede om het feit dat rookruimtes nodig zijn waar iemand cannabis in combinatie met tabak kan gebruiken. Ja, laat het heel niet behoefte is om te komen, dus de beperking tot voorlichting minimaal is. Inmiddels hebben 35.000 consumenten dit met ons ondersteund inderdaad en hebben we het toen net aangeboden. Jullie noemen het heel mooi de petitie voor het behoud van de sociale functie van de coffeeshop. Ja. Wat is nou die sociale functie van de coffeeshop? De sociale functie is het feit dat mensen daar in een veilige en vertrouwelijke omgeving cannabis kunnen consumeren en dat het open blijft om informatie verstrekken omtrent het veilige gebruik van cannabis. De coffeeshop heeft die sociale functie. Ja. En dat is ook de bedoeling geweest toen 33 jaar geleden de scheiding is gemaakt tussen hard en softdrugs. En de coffeeshop de mogelijkheid kreeg om te openen. Toen is dat gedaan met als gedachte dat er een plek was waar veilig en vertrouwd geconsumeerd kon worden. En hoe zit het met de nieuwe plannen van het kabinet in zaken het softdrugsbeleid en de eventuele registratie van personen op regio gebonden verkoop? Ja, dat is, zijn richtlijnen vanuit het advies van de commissie van de Donk. Dat staat in de richtlijnenbrief van het ministerie. Wij zijn er absoluut tegen registratie. Voor tabak en alcohol hoeft ook niemand zichzelf te registreren. Waarom voor cannabis dan nu wel in is. En daarnaast, wat is het voordeel van registratie? Wat wordt daarmee gedaan? Wie gaat dat opsluiten? Zijn de omgevingswelzijn? Dat zijn allemaal aspecten waar nog niet naar gekeken is. Nee, het uitgangspunt van die... Ja.